Bijna drie eeuwen lang zijn in deze tentoonstellingsruimte zieken verzorgd. Dit hospitaal maakte sinds de 16e eeuw deel uit van het klooster van de Johanniters. In 1581 nemen de staten van Utrecht het beheer van het complex over. Boven het hardstenen poortje op de binnenplaats bijtelen zij in Latijn het ziekenhuis van de staten van Utrecht. De ziekenzaal was groter dan de ruimte waarin u nu staat. De muur naar de kleine zaal en de muur links van deze zaal stonden er nog niet. Omstreeks 1625 staan hier 19 bedsteden. In elk bed kunnen twee zieken liggen. Op de bedden liggen rode dekens, lakens en kussens. De zieken hebben drinkkannen en pispotten onder handbereik. S'morgens om zeven uur arriveert de ijverige chirurgijn Thomas Pak in de ziekenzaal. De maagd, die de nacht bij de zieken heeft doorgebracht, groet de chirurgijn eerbiedig... en geeft hem de nodige inlichtingen omtrent hun toestand. De chirurgijn schuift de gordijnen van de bedsteden open. Een benauwde ziekenlucht stroomt hem toe... In de ene bedstee liggen twee zieke mannen, in een andere twee zieke vrouwen. De chirurgijnskist met de nodige geneesmiddelen, zoals zalven, pleisters en oliën, wordt ondertussen naar hem toegebracht. Hij onderzoekt de zieken en gaat voornamelijk de gewonden na en de zieken die aan uitwendige gebreken lijden. Tegen negen uur verschijnt dokter Boor. Deftig gekleed. Het gewicht van zijn ambt beseffende. De nederige chirurgijn buigt diep voor hem. Dokter Boor neemt de zieke waar, schrijft zijn ordonantiën en overlegt met de chirurgijn of de gewonden ook geneesmiddelen nodig hebben. De deelmeid brengt het eten voor de zieken, waarvan sommigen in bed liggen en anderen op banken, krukjes of in een stoel aan tafel zitten. Op de tafel staan bierkannen, bekers en medicijnflessen. De zieken drinken volop bier en zo nodig ook melk en wijn. Ze praten of lezen stichtelijke lectuur. Na de uitdeling van het eten beklimt de strenge Calvinistische godsdienstleraar de preekstoel en houdt een stichtelijke toespraak met gebed. Om vier uur s'middags maakt de chirurgijn zijn tweede visite. Na zes uur moet het stil zijn, de zieken gaan naar bed.